deze keer coördinaten gekregen. Dat is de plek. Hallo Zeedijk. Voor mijn missie van deze week ben ik in het altijd zonnige Assendelft. Wow. En het is geloof ik de bedoeling dat ik bij deze gast in de auto stap. Erin? Is die maar wel een beetje rustig aandoet met me. Beste Klaas, je hebt al eerder bewezen best wat voertuigen te kunnen besturen. We willen dat je uitzoekt of je een salto kan maken met een rijdende auto. Heel veel succes! Ik ben al misselijk. We zijn nog niet eens begonnen. Oké, een salto met een rijdende auto dus. Bij race games kan je heel makkelijk een salto maken met een kart bijvoorbeeld. Maar in de praktijk, in het echt, misschien kan het op deze bijzondere kartbaan wel. Ja hoor. Goed je te zien, man. Sebastian. Sebastian Blekemolen is de zoon van een oud Formule 1 racer. En hij race zelf ook al meer dan 25 jaar op topniveau. Tegenwoordig traint hij zijn eigen raceteam en bezit een aantal kartbanen. Maar ik kom eigenlijk niet voor deze baan, nee. Voor een andere plek. Ja, ik weet het. Even een experimentje. We gaan experimenten. Doen we. Top. Let op de afstap. Welke afstap? Ja. Oh, pas op. Zo, dit is hem. Ja. The wall of death. The wall of death, oftewel de steile wand op zijn Nederlands. Ja. Hij gaat echt recht overeind, hè? Ja, hij staat helemaal 90 graden, zoals je kunt zien. En we beginnen met een iets minder schuin. Ja, er loopt gewoon mooi egaal op. En de bedoeling is dat je daar met een kart snelheid maakt en tegenaan gaat rijden. Dan maak je eigenlijk verticale loopings. Je maakt een verticale looping, ja. Absoluut. Nou, heel eerlijk, ik zit er niet per se op te wachten. Nee. ik heb eenmaal een missie aan mijn broek hangen, dus ik ga toch een poging doen. Ja. Ik weet niet wat het is met die missies tegenwoordig, maar elke keer moet ik er weer een helm voor op. Door het hard rijden van deze rondjes op deze manier word je heel snel super draaierig. Ik zeg afronden. Hou maar. Zo. Wow, oké. Duizend. Je hebt aardig grote ogen in ieder geval. Nee, maar dit is gewoon alsof je in de trommel zit van een wasmachine. Het is niet normaal. Maar je kwam hoog. Je kwam bijna tot de groene lijn. Echt waar? Ja. Oké, dus eigenlijk is de conclusie... zo'n looping maken aan zich is niet zo ingewikkeld. Nee. Het probleem hier is natuurlijk, dit is verticaal. Klopt. Een looping gaat dus echt van de grond af en dat is nog veel ingewikkelder. Ja, ik denk het wel, want hier heb je uiteindelijk een langer... Ik kan hier door blijven rijden, ik kan veel makkelijker doseren. En met een looping is het natuurlijk zo, als je niet hard genoeg gaat... ja, dan val je vanaf de bovenkant naar beneden. Ja, en dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Het is ook gevaarlijker. Oké. Hey, ik weet genoeg. Dank je wel. Wil je weten hoe deze missie verder gaat? Klik dan hier, want daar vind je het vervolg. Hier vind je gewoon andere leuke opdrachten die ik gedaan heb. En hier kan je je abonneren. Maar goed, ik zou zeggen, even daar klikken en dan daar verder.